Hi Steenbok, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 51. Dat is van maandag 19 december tot en met zondag 25 december. Zal ik de kaarten schudden om te kijken wat week 51 voor de Steenbok gaat brengen? Dan lijkt het Steenbok alsof deze week even een week is waarin het gevoel je een beetje in een lastig pakket kan brengen. Alsof je over dingen na moet denken, maar eigenlijk het pas over een tijdje naar buiten wil gaan brengen. Hè, dat kan eigenlijk een heleboel dingen bij elkaar betekenen, maar het lijkt eigenlijk alsof er behoorlijk wat emoties zijn, behoorlijk wat gevoelens zijn. Misschien is het wel intuïtie, je dromen, misschien zijn het paranormale gaves, hè, noem het maar op. Het is in ieder geval iets wat stroomt en wat je maar moeilijk vindt om naar buiten te brengen. Het is op zich voor mijn gevoel best iets positiefs, maar het lijkt gewoon een stukje te zijn waar het voor jou misschien voor nu nog niet de tijd voor is, waar je zeker iets mee gaat doen. Maar het kan deze week wel behoorlijk stromen, maar je lijkt het dus echt even voor jezelf te houden en te kijken van oké, dit mag, dit kan, maar niet nu. Probeer er toch voor jezelf gewoon een hele fijne week van te maken, want ik heb het idee dat er behoorlijk wat emoties gaan spelen, dus dat kan best een stuk zijn. Dat je best een beetje in de weg kan zitten als het moment dat je dat voor jezelf houdt. Maar neem ook mee dat het echt wel hele fijne stukjes kunnen zijn. Ook al hou je het even voor jezelf. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan hebt gevonden. En ik wens je sowieso een super fijne week.